Ja, we gaan binnenkort wat meer video's maken voor Final 2. Want we gaan meer laten zien wat we eigenlijk allemaal doen. Want we doen zoveel meer dan alleen events organiseren. Net als vandaag, we staan op Breepark in Breda, waar op 22 en 23 augustus Summer Jam gaat plaatsvinden. Great Summer Jam. Er staan hier achter mij al een paar auto's klaar. Een stuk of 7 auto's. En we gaan even wat promoshots maken. Dus we gaan jullie gewoon even meenemen naar wat we eigenlijk allemaal doen. En hoe het vandaag een soort behind the scenes eigenlijk. We zijn nu even binnen in de evenementenhal. Great Summer Jam is niet alleen indoor, maar ook outdoor. Dus hier op 22 augustus hebben we hier 9000 vierkante meter, deze hal. Dus we zijn nu even wat beelden maken. Dus dit is ongeveer ook wat we doen. We moeten ook locaties checken, locaties nakijken. Er komt veel meer bij kijken. We gaan zo weer even naar buiten, waar alle andere auto's staan. Daar ziet evenementenhal. We gaan zo meteen ook nog even binnenkijken. Dat jullie alvast een kleine sneak preview krijgen van wat we eigenlijk wat jullie eigenlijk te zien krijgen binnen als jullie naar de show komen. En dan gaan we nu even buiten kijken naar de auto's. Nou, hier zie je dus al 7 verschillende auto's staan waar we dus even wat beelden voor gaan maken zo. Dit wordt ook uiteindelijk onderdeel van het evenement, dus hier is zeg maar het binnenplein. Dus aan die kant achter ons waar we net waren is dus de indoorhal. Dit is outdoor, dus hier komen showauto's te staan en ook best of show battle en ref battle, dus wie heeft het hardste geluid van zijn auto. Verder hebben we nog andere plekken, dus die geparkeerde auto's die je daar allemaal ziet staan. Dat worden allemaal showplekken, daar komen showauto's te staan. In totaal trouwens komen er denk ik wel... ja, honderden showcars, niet alleen uit Nederland, maar ook uit andere landen. Speciale auto's, speciaal hiervoor klaar zijn gemaakt, helemaal mooi gemaakt, die zich aangemeld hebben. Kijk, een nieuw standaardje pakken voor mijn telefoon. Ik ga trouwens even naar mijn rugzak.
Het is wel een van de mooiste rugzakken. Hier gewoon Cannabis Energy, een mooie 402 sticker. Mooi samenwerken. Zeker. Ja, of in een rondje, of gewoon dat je 4,5 rondjes doet. Dat is op je middeltje of zo. Ja. Ik zou denken, eigenlijk, zeg maar, als je vanuit deze hoek zeg maar, hebt, dan heb je natuurlijk echt de zon hier vol. Ja. Eigenlijk, die zwarte golven meer hierheen haalt dan eigenlijk zeg maar, zo doet. Ja, dat kan ook. Dus je hem eigenlijk zeg maar, zo gaat maken. Ja, dat is goed. Anders doen we het zo eerst en dan kijken we wel of we nog anders aanpassen. Ja. Nou, we gaan zo dus even, de eigenaren gaan even de auto's verzetten. We kunnen dus even een paar posities neerzetten. Voor als we dus zo die video van de giveaway even gaan maken, ook mooi tussen de auto's kunnen staan. Dus nu staan ze allemaal op een rijtje. Zo meteen zetten we ze even in een soort U-vorm, zeg maar. Gaan kijken of dat ook mooi is en dan maken we nog even wat beelden. Ja, we hebben auto's even een andere opstelling neergezet voor wat foto's en filmpjes. We zijn bijna klaar nu, we gaan zo meteen nog even de auto's zo achterin neerzetten naast elkaar. En dat ze gewoon deze kant op komen gereden of misschien een rondje rijden voor nog wat beelden. En dan hebben we denk ik van de auto's meestal wel. En dan gaan we zo nog even kijken of we nog even een klein kijkje kunnen nemen binnen in de hal. Laatste beelden en dan gaan we weer door. Ja, we gaan hier afsluiten binnen. We hebben net natuurlijk even buiten alle beelden gemaakt en zo. Dus we gaan nu even binnen kijken in de hal. Wat daar allemaal kan gaan gebeuren. Kijk maar eens even. Dit wordt een 9000 vierkante meter, deze hal. Ik moet zeggen, je hoort hem waarschijnlijk al galmen. Maar deze hal gaat dus helemaal gevuld worden met standhouders, stands van autobedrijven, velgenboeren, van alles, rappers. Autorappen wel niet te verstaan dan, hè. En natuurlijk showauto's, de beste showauto's, al die auto's die je net hebt gezien. Waar we dus mee bezig zijn geweest, komen hier allemaal te staan. Dus het is indoor en outdoor, 9000 vierkante meter. Heel groot, nu helemaal leeg, maar... Deze komt uiteindelijk helemaal gevuld. Nou, dit was ons eerste nieuwe videootje. Waar we hopelijk veel meer van kunnen maken. We zien jullie hopelijk bij een nieuwe video.